Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En je kan me dan ook tegenwoordig een bedankje sturen. Hieronder aan de video zie je de button bedankt staan. Ja, wijst vanzelf de weg als je me wilt bedanken. En hartstikke lief ook daarvoor, ik hou van jullie. En lukt het nou niet via YouTube om een bedankje te sturen, dan kun je dus via een link in de beschrijving en in de reacties heb ik een link geplaatst om het op een andere manier te doen. En nou, ik dank jullie hartelijk. Ik hou van jullie enorm veel. We zijn aangekomen bij redenvoering 12 van dit prachtige werkboek van Saint-Germain. En nou, dan gaan we maar weer beginnen. Saint-Germain, 10 november 1932. Aanroeping. Machtige, eindeloze tegenwoordigheid. Alles doordringende intelligentie. Uw liefde, wijsheid en macht beheersen alles. Uw goddelijke rechtvaardigheid heeft altijd haar uitwerking op het leven en de omgeving van diegenen die met onfeilbare vastberadenheid hun blik op u gericht houden. Wij loven en danken u, omdat u de heersende macht en de leidende intelligentie bent, die over alles heerst. Wij loven en danken u, omdat u in onze wereld de altijd ondersteunende, onoverwinnelijke kracht bent. Wij danken u. God vindt steeds een weg om diegenen te helpen die in hun hart naar hem reiken. Redenvoering. De schijnbare mysteries van het leven en de ervaringen die ermee gepaard gaan, zijn eigenlijk vermomde zegeningen. Wanneer men ze correct begrijpt. Elke ervaring waardoor wij ons vastberadener wenden tot de ene activiteit, actieve tegenwoordigheid ik ben, God in actie, beantwoordt aan ons wonderlijke doel en zegening. Mensen bevinden zich in een ongelukkige situatie, omdat zij steeds zoeken naar bronnen buiten zichzelf voor ondersteuning. Leidende intelligentie en liefde, hetgeen de allerhoogste tegenwoordigheid en de kracht van het universum is. Het speelt geen rol in welke situatie wij ons bevinden. Op geen enkel ogenblik mogen wij het spoor verliezen en wij mogen onszelf ook niet afwenden van de grote waarheid. Liefde is het middelpunt van het universum, waarrond alles draait. Dit betekent niet dat wij moeten houden van disharmonie, tweedracht of iets dat in tegenstelling is met Christus. Maar in plaats hiervan kunnen wij houden van God in actie. De ik ben tegenwoordigheid die alomtegenwoordig is. Het tegenovergestelde van haat is liefde en niemand kan op een of andere manier haten zonder diep bemind te hebben. Oh, dat is een mooie. Je moet eerst heel erg van iets gehouden hebben of houden, voordat je dat of iets kan haten. Oké. De waarschuwing die Jezus gaf bevatte waarlijk deze gedachte. Ieder mens is een energie en is voortbestemd om het leidende principe van zijn leven en zijn omgeving te zijn. Iedereen die erkent dat in elk mens de ik ben tegenwoordigheid van God altijd handelt, weet dat hij in het dagelijkse leven de scepter van heerschappij in de hand heeft. Iedereen zou bewust en onomstotelijk moeten weten dat de onoverwinnelijke tegenwoordigheid van God op elk ogenblik de intelligente activiteit in zijn leefwereld en zijn zaken. Dit voorkomt dat de aandacht gefixeerd wordt op het uiterlijke, dat echter nooit de waarheid is, tenzij het verlicht is door de ik ben tegenwoordigheid. Eender welk probleem dat iemand in zijn leven moet oplossen, kan slechts door één kracht, tegenwoordigheid en intelligentie opgelost worden, namelijk door de persoonlijke erkenning van de oppermachtige tegenwoordigheid van God, waarbij niets of niemand mag interfereren, ja, dus niets mag beïnvloeden, tenzij de aandacht van iemand bewust of onbewust wordt weggetrokken van zijn voornaamste erkenning en aanvaarding van de allerhoogste goddelijke macht. Het grondbeginsel van het leven, dat altijd actief is, streeft er steeds naar om zichzelf uit te drukken. Hierbij brengt het zijn natuurlijke volmaaktheid tot uitdrukking
Maar de mens die een vrije wil heeft, vervormt deze volmaaktheid bewust of onbewust. De persoon die de aandacht stevig gericht houdt op de Ik Ben tegenwoordigheid, dus op God, wordt samen met God een onoverwinnelijke kracht, die door geen enkele uiterlijke manifestatie van de mensheid kan verstoord worden. Door de erkenning Ik Ben hier en Ik Ben daar, zullen vrienden wanneer nodig ter hulp snellen. Want Ik Ben zorgt ervoor dat vrienden aanwezig zijn, waar en wanneer het ook maar nodig is. Het loslaten van elke wereldlijke heerschappij of inmenging kan enkel geschieden door de erkenning van de Ik Ben tegenwoordigheid. God in actie. In het leven en de omgeving van de mens, wanneer bepaalde omstandigheden lijken te overheersen, vereist het zeer dikwijls sterke vastberadenheid om onwankelbaar deze tegenwoordigheid te blijven erkennen. Dit is in de realiteit echter nooit het geval. Het oude gezegde, een mens is nooit overwonnen, tot hij het opgeeft, is volkomen waar. Zolang de mens met volle vastberadenheid God in actie beziet, als de heersende intelligentie, kan geen enkele menselijke activiteit langdurig tussen beiden komen. De machtige uitstorting van licht die naar ieder mens stroomt, kan door inzicht en kennis van zijn tegenwoordigheid even onoverwinnelijk gemaakt worden. In feite nog onoverwinnelijker dan een stalen muur rondom iemand. Door de eeuwen heen heeft de meerderheid van de mensen aandacht geschonken aan uiterlijke verschijnselen en omstandigheden, waarbij ze pijn, ellende en tweedracht toelieten. Naarmate zij gestadig uitgroeien boven het onrecht. De tweedracht en de disharmonie van driedimensionale wereld beginnen duizenden mensen nu te begrijpen dat de goddelijke tegenwoordigheid in henzelf absolute overwinning is. Zowel de gehele mensheid als de individuele personen zullen zich steeds omringd zien door het ongewenste, totdat ze hun aandacht lang genoeg en met voldoende vastberadenheid gericht houden op de Ik Ben tegenwoordigheid, waarin God huist. Door deze Ik Ben tegenwoordigheid heeft iedereen de kracht om zich te verheffen boven de tweedracht en de verstoring van de materiële wereld. Het vergt vastberadenheid om vol te houden wanneer de schijnbaar onweerswolken dreigen en de omstandigheden overweldigend lijken. Met een dynamische bewuste houding en wanneer de aandacht gericht wordt op de goddelijke tegenwoordigheid, binnenin zijn deze mogelijkheden zoals bliksemschichten die uit de onweerswolken schieten en die de storm, die zo bedreigend lijkt, doorklieven en oplossen. Wanneer iemand vorderingen maakt, ervaart hij steeds meer dat hij onoverwinnelijk wordt voor hetgeen de mensen zelf in het leven hebben geroepen en zoveel pijn en ellende veroorzaakt. De uitspraak van Jezus, ken de waarheid en de waarheid zal u bevrijden, was misschien een van de eenvoudigste en grootste waarheden die ooit uitgesproken zijn. Wanneer u deze grote waarheid kent, waarnaar hij verwees, dan is het fundamenteel te weten dat u deze onoverwinnelijke goddelijke tegenwoordigheid bezit. Als u dit weet en u bent zich hiervan sterk bewust, hiermee bedoel ik, wanneer u hier met stellige zekerheid tegenover staat, dan weet u dat u deze tegenwoordigheid in u hebt. Bij de volgende stap moet u het standpunt innemen. Ik ben de verlichtende, openbarende tegenwoordigheid. Geen enkele menselijke activiteit die ik dien te weten, kan mij weerhouden worden, want ik ben de wijsheid. Ik ben de waarneming. Ik ben de openbare kracht die alles naar me toe brengt, zodat ik kan zien en begrijpen en zodat ik in staat kan zijn hiernaar te handelen. Eens dat u begrijpt, ik ben de enige intelligentie en tegenwoordigheid die handelt, is het gemakkelijk te zien dat u de scepter zelf in de hand hebt. Je bepaalt dus je eigen leven, dat is wat hier gezegd wordt. Door deze Ik Ben tegenwoordigheid kunt u afdwingen dat alles wat u nodig hebt aan u geopenbaard wordt. Ik verzeker u dat dit op geen enkele manier een hindernis is voor de vrije wil van enige ander persoon. Het wordt tijd dat de kinderen van God, die zich naar het licht wenden, zich openstellen voor deze heerschappij. Ik verzeker u, het is niet slechts of verkeerde aanspraak te maken op je eigendomsrecht. Ja, dat is niet verkeerd dus.
U mag dit zelfs opeisen. Hierdoor kunt u absoluut niemand hinderen. Indien iemand op eender welk ogenblik iets van u tracht te ontvreemden, dan is het uw recht om door de Ik Ben Tegenwoordigheid te bevelen dat de hele situatie wordt rechtgetrokken en dat uw eigendom teruggebracht wordt. Ja, dat mag je dus zeker wat van zeggen. Hè? Dus als mensen van je stelen of hè, iets van je willen pakken of nemen op een negatieve wijze, dan heb je dus het recht, ja, en je mag het zelfs opeisen, dat het teruggebracht wordt. Want wie steelt, steelt van zichzelf. Wanneer wij de goddelijke wet in beweging gebracht hebben, zodat goddelijke gerechtigheid in werking treedt, dan moeten wij er zorgvuldig op letten dat wij niet al te medelevend worden. Want hierdoor zouden wij de werking van de wet onderbreken. Ja, dus niet medelijden, hè? Dus dan ga je meelijden. Dat is het ook. Hè? Het is niet dat je hard bent, maar het is ook rechtvaardig zijn. Dat is belangrijk. Rechtvaardig en dat mensen zelf op hun eigen kracht komen. Gaan we ze zielig vinden of gaan we denken, ah, het woord A is eigenlijk al verkeerd. Dan weet je eigenlijk dat je ze in een emotie houdt en daardoor krijgen ze geen kracht. Wanneer mensen volledig beheerst worden door hun ego en aldus geen aandacht hebben voor de goddelijke kracht die hun het leven schenkt, worden ze er gemakkelijk toe geleid een of andere onrechtvaardigheid te begaan. Maar betekent dit dat hun hen zomaar moet toelaten dit in hun leven te doen? Wanneer mensen volledig beheerst worden door hun ego en aldus geen aandacht hebben voor de goddelijke kracht die hun het leven schenkt, worden ze er gemakkelijk toe geleid een of andere onrechtvaardigheid te begaan. Maar betekent dit dat u hen zomaar moet toelaten dit in uw leven te doen? Vraagteken. Absoluut niet. Wanneer u weet dat u de machtige goddelijke kracht bezit om overal rechtvaardigheid en gerechtigheid te bevelen en te eisen. Ja, dus dat is ook waar ik het in mijn vorige video ook over had. Hè? Bijvoorbeeld het vergeven. Kijk, vergeven is eigenlijk iets heel anders dan toelaten wat er gebeurt. En dat lezen we hier nu dus ook. Hè? Dus als iemand in zijn ego zo zit en negatieve handelingen verricht, dan hoeven wij dit zeker niet toe te laten, ja? Dat moeten we zelfs iets mee doen, want anders kan die ander niet leren. Als er niks op gezegd wordt en niets afgeleerd wordt, zeg maar, dan leert diegene ook niet, hè? Ik zal u een voorbeeld aanhalen. Een van mijn studenten ging door een erg beproevende ervaring en aangezien zij zeer spiritueel was, raadde ik haar aan rechtvaardigheid en gerechtigheid te vragen. Zij deed zoals aangeraden en plots maakte diegene die haar onrecht wilde aandoen allerlei onaangename zaken mee. Door haar goedhartigheid kreeg ze medelijden en ze wenste dat ze nooit gerechtigheid gevraagd had. Ze kwam naar mij en vroeg, wat moet ik doen? Ik zei zonder te aarzelen, hou u aan het bevel dat u geuit hebt. U bent niet verantwoordelijk voor de lessen die de mensen uw onrecht aandeden moeten leren. Laat hen dus hun lessen leren en laat u hierdoor niet in beroering brengen. Een hele mooie, hele krachtige is dit. Want hier zitten heel veel mensen mee. Omdat dat stukje wat in de Bijbel gezegd wordt, dat Jezus meende gezegd te hebben van, als uw broeder u op uw rechterwang slaat, keer hem dan ook uw linkerwang toe. Hè? Of andersom, maakt niet uit. Keer hem ook je andere wang toe. En ik denk dat heel veel mensen dan denken dat hun onrecht aangedaan wordt en dat je dat dan maar allemaal moet toelaten. Of dat je over je heen moet laten lopen. Of dat je iemand niet de energie terug mag zenden. Ja? Maar als jij dus gerechtvaardigheid vraagt, en dat is wat hier staat. Ik zal het eventjes nog een keer hier. Rechtvaardigheid en gerechtigheid te vragen. Dus als jij rechtvaardigheid en gerechtigheid vraagt, dan zend jij die energie terug. Die van die mens hè, die jou onrecht aandoet, terug. Ja, dus als jij die energie terugstuurt, dan keert karma terug. En dat is ook met die figuren die de wereld een hoop leed veroorzaakt, ja, of oorlogen beginnen. Die, als we dat in medelijden trekken, dan leren ze dus niet. Hè? Dus als wij het licht terugsturen en wij vragen om rechtvaardigheid en gerechtigheid, dat zeggen we hardop of in jezelf, en dat eisen wij ook, ja, dan zend jij energetisch het licht zo hard terug
En niet dat jij diegene expres pijn doet. Het is hun eigen energie. Ja, je moet weten dat het hun eigen energie is die op hunzelf terug gaat slaan. Maar aanvaard jij hun daden, hè, de negatieve daden, dan wordt het niet teruggeketst. Dus, en dat heeft niks mee te maken dat jij wraak moet nemen, heeft niks met wraak te maken. Nee, je zendt hun eigen energie op hunzelf terug. Op het ogenblik dat iemand iets verkeerds doet, brengt hij de grote universele en kosmische wet van vergelding in beweging. Net zo min als men de werking van de planeten kan stoppen, kan men vermijden dat men ooit ergens vergelding krijgt. Voor het onschuldige slachtoffer lijkt het soms lang te duren vooraleer een vergelding komt. Nou, dat hebben we ook wel eens ons afgevraagd, hè? Van, goh, wanneer keert het eens een keer terug? Wanneer komt die karma nou eens, hè? Bij de duivel, zal ik het maar even noemen. Maar hoe langer het duurt voor ze komt, hoe krachtiger ze werkt. Geen mens op de hele wereld kan deze wet ontlopen. Oké. Dus ons wachten wordt dadelijk beloond. Nou, helemaal mooi. Studenten en anderen denken dikwijls dat hen iets kan opgelegd worden. Ik denk ook dat het echt een hele grote immense kracht op ze teruggekeerd gaat worden. Echt, je merkt dan al alles aan hoeveel mensen deze wijsheden al begrijpen en daarmee bezig zijn en liefde uitzenden. Ze krijgen het echt vermiljoenvoudigd op zichzelf terug als ze dus niet veranderen. Ja, je kan jezelf dus vergeven voor al je daden die je gedaan hebt, hoe erg ze ook zijn. Je kan altijd elke keuze, altijd kiezen om een goed mens te zijn. Ja, om jezelf te verheffen naar een hoger bewustzijn. Dat zie je ook in die verhalen van in de Bijbel, bijvoorbeeld Pilatus, hè, die ook zegt van nou, ik oordeel niet. Het volk mag zelf kiezen of Jezus aan het kruis mag of niet. En ja, hij heeft zich ook al die tijd schuldig gevoeld over alle andere moorden die er geweest zijn, weet ik het allemaal. En hij is toch ook naar een hoger bewustzijn gekomen, weet je. Ik bedoel, we hebben zoveel miljoenen levens gehad waar wij wellicht zelf ook een dader waren. Of een slachtoffer waren. En goed of slecht waren. En al die dingen hebben wij moeten doormaken door ons eigen bewustzijn, omdat we nou eenmaal nog niet voldoende geleerd hadden. Dus we kunnen onszelf altijd opnieuw vergeven en liefde geven en ons verheffen naar een hoger bewustzijn. En dan verlos je jezelf van karma. Studenten en anderen denken dikwijls dat hen iets kan opgelegd worden. Nou, dat hebben ze denk ik over een vloek. Ik verzeker u dat dit niet waar is. De enige manier waarop iemand zich opent voor onwenselijke gedachten is door in te gaan op veroordeling en haat. Wanneer iemand dit doet, ontwikkelt hij datgene waarin hij gelooft. Dat is het ook. Hè? Heel veel mensen zijn bang voor zwarte magie of de djinn of dat er een vloek uitgesproken gaat worden, dat ze vervloekt zijn. Nou, noem maar op eigenlijk, het komt allemaal op hetzelfde neer. Ja, dat er voedoe gedaan wordt. En dit kan dus niet. Hier staat in het boek dat het niet kan. Iemand kan jou niet iets opleggen. Tenzij je er zelf in gelooft. Ja, want geloven zet bergen. De student die de godskracht in zichzelf kent, hoeft nooit iets van iemand te vrezen. Wanneer men het verkiest, kan men de volheid van de goddelijke activiteit in zijn leven en wereld ervaren. Men moet enkel kiezen wat men wil hebben. Wanneer u vrede en harmonie wenst, weet dan, ik ben de kracht die dit volbrengt. Ik ben de kracht die dit voortbrengt. Indien u wijzigingen wilt in uw zaken en uw omgeving, weet dan, ik ben de machtige intelligentie en kracht die dit voortbrengt en niets of niemand kan dit belemmeren. Vanuit het schijnbare mysterie, van onophoudelijke levensactiviteit, is er de verlichtende tegenwoordigheid van de machtige innerlijke ik ben, die steeds klaarstaat om u te zegenen met talloze merkwaardige zegeningen. Wanneer u dit tenminste toelaat. Ja, dus ook alle signalen of dingen die je op je pad krijgt, neem ze aan, want je hebt erom gevraagd. Ja, accepteer het. Accepteer de mooie dingen die elke keer op je pad willen komen. Hoe kunt u dit toelaten? Door de machtige tegenwoordigheid en de machtige kracht die in u zijn.
vreugdevol te aanvaarden en door niet te aarzelen deze kracht in werking te roepen. Bij het minste dat u doet, God is de enige energie in het universum. Die werkt doorheen uw bewustzijn, uw denkvermogen, uw lichaam en uw omgeving. Zeg dikwijls, ik ben de tegenwoordigheid in alles wat u wenst te bereiken. Dit opent de deur voor de kracht van God, zodat deze kan handelen en uw gerechtigheid kan brengen. Koester geen sympathie voor het ego, dat in zijn onwetendheid het verkeerde doet, zij het bij uzelf of bij iemand anders. Blijf rustig en sereen en weet, God is de enige intelligentie en kracht die handelt in mijn wereld en mijn zaken. De ik ben in u is de kracht en heling, die zichzelf bevestigt en die zichzelf verwezenlijkt in uw denkvermogen en uw lichaam. Dit houdt u in grotere afstemming. Durf God onder ogen te zien. Dan zal deze energie steeds verder uitdijnen om elke situatie te bevelen. Mensen die deze wet begrijpen, zijn niet onderhevig aan onrechtvaardigheid en aan voorwaarden die anderen hen trachten op te leggen. Herinner u dit steeds, wees er altijd van overtuigd dat enkel de tegenwoordigheid en de kracht van God handelen in u en uw zaken. Blijf ten alle tijde de uitspraak gebruiken. Er is niets verborgen wat niet geopenbaard is aan mij. Dit is altijd noodzakelijk. Het speelt echter geen rol wat mensen wensen te doen, want door hen de goddelijke liefde te schenken, bent u altijd beschermd. Oké. Dat is mooi. Wanneer mensen proberen te genieten van iets dat zij onrechtmatig verkregen, zullen zij hier zonder twijfel nooit van genieten. Nou, dat is ook zo. Als mensen stelen, dan zullen ze nooit van dat wat ze gestolen hebben genieten. Er wordt altijd weer van hun afgepakt of iets. Want zij verliezen altijd het vermogen om ervan te kunnen genieten. Ja, dat is toch wel triest, hè? Die leven natuurlijk zo in schaarste. Andere mensen hebben steeds hetzelfde voorrecht als u om met God te zijn. Wanneer zij verkiezen dit niet te doen, dan is dat uw zaak niet. Ja, dat is niet mijn verantwoording. Het is niemands verantwoording wat andere mensen doen. God is de alleswetende tegenwoordigheid en kracht. U kunt voor iemand anders zeggen, machtig, meesterlijk zelf. Ik ben tegenwoordigheid in deze persoon. Kom tevoorschijn in uw bewuste kracht met uw machtige inzicht. In uw voorzienigheid met uw wijsheid en leidende intelligentie. Zorg ervoor dat alles goed komt voor deze persoon. En dat hem de rust en de vrede gegeven wordt die hij echt verdient. Ik ben de bevelende tegenwoordigheid die dit leidt. En dit beveelt. En die beveelt dat dit gebeurt en het is nu gebeurd. Verhef het bewustzijn in het volle, verblindende licht, waar deze persoon het vertrouwen, de rust en de schoonheid die hij voor zichzelf gecreëerd heeft, kan zien en kennen. Het is verkeerd u door sympathie te laten meeslepen in zeer destructieve omstandigheden. Neem het standpunt in. Ik ben de enige tegenwoordigheid die daar handelt. Wanneer u mensen die zogenaamd dood zijn wilt helpen, zeg dan, ik ben de tegenwoordigheid die deze persoon in de sfeer brengt waar hij thuis hoort. En ik onderricht en verlicht hem. Dat is een mooi. En inderdaad, zogenaamd dood zijn. Ze zijn niet echt dood. Ze hebben het lichaam verlaten omdat ze niet beter weten. Indien de student de uitstorting van liefde voor zijn hogere zelf correct begrijpt, zal hij volledig verlost worden van elke tweedracht, wanneer u volmaakte omstandigheden wenst te bekomen. Zeg dan, ik ben de tegenwoordigheid die daar heerst en de situatie heelt. De mensheid in het algemeen en de artsen hebben bepaalde zaken op een meelijwekkende manier verdraaid. Diegene die zich wenst te verheffen in de goddelijke tegenwoordigheid en daarin wenst te leven, heeft de energie nodig die hij verspilt.
De ware energie die iemand verliest is de kracht en de sterkte om getrouw te blijven aan de goddelijke tegenwoordigheid. Deze energie is de kracht die men nodig heeft om zich te kunnen wenden naar en vast te houden aan de goddelijke tegenwoordigheid. De mens heeft eeuwenlang de levensenergie gebruikt om verkeerde omstandigheden te scheppen. Deze energieverspilling verzwakt het bewustzijn. Artsen zijn grotendeels verantwoordelijk voor deze verschrikkelijke situatie, want zij propageren de bevrediging van de seksuele begeerte. Dit is de grootste vorm van verspilling waarmee de mens te kampen heeft. Dit maakt het onmogelijk om lang genoeg trouw te blijven aan de goddelijke tegenwoordigheid om het meesterschap te bereiken. Het is voor 95% de oorzaak van ouderdom en gezichts-, gehoor- en geheugenverlies. Oh my god! Dus continu die seks en het verspillen van je levensenergie. En ja, daarom word je dus helemaal oud en je hele vitaliteit verdwijnt. Oh, daarom wordt het zo aangespoord. Erg, hè? Aangezien deze vermogens enkel ophouden te functioneren wanneer de levensenergie niet meer stroomt in de hersencellen. U kunt dit niet zeggen aan anderen, tenzij ze zulke harde klappen gekregen hebben, dat ze bijna radeloos zijn van de ellende, die ze zelf gecreëerd hebben. Dan pas zullen ze naar u willen luisteren. Ja, een mens moet eerst 40 keer zijn kop stoten en half dood liggen, voordat ze bereid zijn om te luisteren. Wilskracht is absoluut niets zonder deze levensenergie. Er is slechts één manier om iets te veranderen, dat gecreëerd is en in een verkeerde richting geleid is. Door er aandacht aan te schenken, blijft men een verkeerde uitdrukking of gebruik in stand houden. Leidt de gedachte onmiddellijk naar het hogere zelf. Velen denken dat zij louter door wilskracht en door dwang tot beheersing kunnen komen. Dit is onmogelijk voor u. Waar nu u het induikt, zal het ergens anders weer uitbreken. De enige duurzame manier om iets te overstijgen is de aandacht op iets anders te richten. Gebruik de bevestiging. Ik ben de heersende tegenwoordigheid van deze energie en de enige macht die dit kan overstijgen. Ik ben de tegenwoordigheid die dit overstijgt en deze handeling houdt zich eeuwig in stand. Weet, ik ben de tegenwoordigheid die dit doet en bijgevolg is het nu gedaan. Want God handelt altijd onmiddellijk. In elke verkeerde situatie moet u eerst en vooral de wet van vergeving aanroepen. Herinner u dat wanneer iets in beweging gebracht en bezield is, dit steeds gerealiseerd wordt. Het fysieke lichaam is het voertuig voor contact met de zintuigelijke wereld. Wanneer het moment van precipitatie nadert, blijf dan dit fysieke voertuig gebruiken om de alledaagse fysieke taken uit te voeren. Er is de innerlijke, de mentale en de fysieke wereld. Het fysieke lichaam is geschapen om te handelen op een lager trillingsniveau en is als dusdanig hiervoor uitgerust. Om fysieke voorwerpen enkel door gedachtekracht te sturen en te verplaatsen, is er een ophoping van elektronische kracht nodig in de elektronische cirkel van die persoon. Wanneer deze energie wordt gebruikt, vooraleer de opgevaren staat bereikt is, wordt deze bewust ontwikkelde kracht vastgehouden in de elektronische cirkel, die elk mens in meerdere of mindere mate omgeeft. Dit gaat over levitatie, maar ook over telekinese, ja, dus hoe we andere voorwerpen kunnen gaan bewegen met onze kracht. Dit verklaart waarom sommige mensen eindeloos veel energie schijnen te hebben. Want de energie die gedurende een leven opgestapeld wordt, wordt overgedragen naar de volgende levens. Een van de meest ongelukkige zaken waarmee mensen leven is misschien wel het zogenaamde wettelijke recht van de man om een andere persoon door seksuele activiteit aan zich te binden. Zelfs wanneer de ander dit wenst te overstijgen, ondanks hun onwetendheid, ontwikkelen sommigen in zeer sterke mate een liefdevol gedrag. De zuivere goddelijke liefde stroomt nooit onder het niveau van het hart. Ware liefde vereist nooit enige vorm van seksuele contact.
Mooi. Dus onder het hart, ja, zodra daar dus die drijfveer zich, die seksuele lust, hè, die onder het hart dus bevindt, zodra die aangewakkerd wordt, dan moet je dus weten dat goddelijke liefde daar niet stroomt. Ja, dus goddelijke liefde stroomt boven het hart. De grote opgevaren heerschaar van licht is steeds bij diegenen die juist willen handelen. Zend uw gedachten naar hen en u zult altijd geholpen worden. Dat is ook, hè. Vaak de man op een of andere manier, je hebt ook zeker vrouwen, daar echt, maar over het algemeen is de testosteron, hè, bij die man, het libido, enorm aanwezig. En dat, daarom zie je ook vaak die oorlogen die er allemaal gedaan worden, zijn toch grotendeels altijd mannen, hè, die het uitvoeren in ieder geval. En niet dat daar geen vrouw achter staat. Hè? Die vrouw die zal het misschien aangewakkerd hebben. En die man die voert het uit, zeg maar. Die kan niet wachten, hè, tot daar eindelijk een gevecht is. Dat zie je ook met bijvoorbeeld alleen al met voetbaltoernooien. Dat de ene club tegen de andere club. Dat zijn 99% zijn mannen. Ja, die ruzie zoeken en die oorlog voeren tegen een andere club bijvoorbeeld. Ik zie nou nooit echt groepen vrouwen die elkaar uitjubelen, zeg maar. En dus die energie zit heel laag. En dat is dus ook dat het hele verspilling. En dat die man dus heel vaak ook een vrouw dwingt tot het hebben van seks. En nogmaals, andersom heb je het ook, maar over het algemeen is het toch echt altijd die man. En waardoor de vrouw altijd een soort van onderdaan wordt. Hè? Of die gedraagt zich ook als die onderdaan. Of die wordt ondersneeuwd, zeg maar. Of die wordt ondersneeuwd door dominantie. Hè? Door die drift van zo'n man. Of dan is een vrouw natuurlijk weer niet goed genoeg. Of dan heeft die vrouw, die moet die man meer seks geven. Want anders gaat die man weg. En dan gaat hij vreemd. En weet je, het zit zo krom allemaal in elkaar. Dus het heeft echt nul met goddelijke liefde te maken. Even kijken hoor. Een van de meest ongelukkige zaken waarmee mensen leven is misschien wel het zogenaamde wettelijke recht van de man om een andere persoon. Ja, dat. Zend uw gedachten en geholpen. U bezit een onkwetsbare, onoverwinnelijke kracht wanneer u de ik ben tegenwoordigheid erkent. Onkwetsbare, ja. Dus je bent niet te kwetsen. De wet van vergeving is de wijd open deur om het hart van God te bereiken. Het is de kern en het middelpunt waarom het universum draait. Zegening. Machtige, oneindige goddelijke tegenwoordigheid. Wij loven en danken u voor uw voortdurende toewijding. Wij vragen dat uw zegeningen, wijsheid en intelligentie zouden handelen doorheen ieder mens. Geef ons geestelijke en lichamelijke vrede. Schenk ons vreugde in het hart, zodat de heersende, overwinnende, zegenvierende tegenwoordigheid zich kan verspreiden in alles. Wij loven en danken u dat de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, God in actie, alle officiële bestuursorganen beheerst, waardoor uw volmaaktheid steeds werkzaam is en zichzelf bevestigt in uw naam en door uw tegenwoordigheid. Lieve mensen, wat een kracht wij hebben als we dit met z'n allen doen. Echt immens, ja. En dat is ook waar ze het over hebben, hè? Dat die 144.000 die opgevarenen, die zullen zich tonen aan de mensheid. En dat zal zich verdubbelen. Ja, als jullie dit nu al weten, geef het door. En je zult zien, het verdubbelt zich. Het vermenigvuldigt zich. Steeds meer mensen gaan het begrijpen. Fantastisch. Ik ben helemaal gelukkig hiermee. En we zijn aangekomen bij redevoering 13. Dus jullie zien redevoering 13 volgende week donderdag weer. Dikke kus. Doei.